Yo mensen, ik heb een clickbait ding gemaakt, maar ook weer niet. Ik ga even voor mezelf ook even muziek opzetten. Ik hoop dat jullie me horen. Zo ja, let me know. Want ik denk dat jullie me nog wel kunnen horen. Ik heb Pokémon packs liggen, wat ik ga openen. En dit is trouwens ook de laatste stream voor vandaag. En voor vlak voor mijn vakantie. Voor degene die nu joinen, ik ga wat met deze packs doen. Oh, Alessa Becker, leuk dat je erbij bent. Hi, I'm single. Oké, ik ook. Je mag ook Nederlands spreken in de chat. Lekker bezig, zeker. Ik ben nog maar net begonnen. Want ik had kijken. Ja, een elite trainerbox gehaald. Kostte 50 euro. Maar chat, hoe is het met jullie? Oké. Codekaart. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Een Stone Churner. Een Bad Energy. Een Mirage Gate. Een Torkoal. Een Aruzu. Een Phantom. Een Sudowoodo, een Electrike, een First Disc, een Gligar en een Mr. Mime. Dit was niet de God Pack, jammer genoeg. Oeh, deze voelt zwaar. Heb ik nou de God Pack? Heb ik nu al de God Pack te pakken? Oh. Je gaat niet zeggen dat ik nu al de God Pack heb, hè? Weg, codekaart. 1, 2, 3, 4, 5. Een Ariados, een Dark Energy, een Medicham, een Miss Fortune Sisters, een Mienshow, een Shellos, een Hisurian Shroud, een Ducklet, Rockwolf, Seal en een Hisurian Sligo. Ik dacht dat ik de Godpack had, want hij voelde best wel aan. Ik ga trouwens ook nu zo even een blikje drinken openen.
dit is geen blood pack wat ik kon voelen. Ik zat al een beetje te spieken wat erin staat in dit spakje. 1, 2, 3, 4. Een Corres experiment. Een energy. Een zwaarne. Een gloom. Een Lemurian, een seal, een Chipette, een matchup, een Pikachu, een Wurmple, en dit is vet. Ja, zien jullie het? Dit heb ik nu net ook gepakt. En ik ga zo meteen ook heel wat in sleeves stoppen. Ik heb nou 2 goede kaarten. Want ik heb ook nog geen prijzen voor die kaarten. Dit is trouwens ook van de die is welkom bij misschien. What up? Ik ben Pokémon kaarten aan het packen. Dit doe ik trouwens voor mijn vakantie alvast. En ik zie wel een beetje hier allemaal joinen bij mijn streams. Ik hoop dat hier ook goed in kan zitten. Maar ik ga straks naar de stream ga ik kijken wat ze allemaal gaan kosten. Of wat ze kosten. Nee, 2, 3, 4, 5. Een Grapario, een Energy, een Gloom, een Castrodon, een Arc Phone, een Wurmple, een Clefairy, een Lickitung, een Horsey, een Sherpet, opnieuw, en een Raichu. Nice. Even een blikje drink openen, alvast. Oh, ik heb trouwens gisteren zoiets lekkers gehad. Mensen, ik word hierdoor niet gesponsord, maar het was wel lekker. Oké. Ik heb al, even kijken, 4 geopend. En ik moet er nog 1, 2, 3, 4. Top. Leg dat aan mij, of zijn ze wat dikker? Het pakje is al normaal gesproken. Een ASMR is dit. Dus misschien komt trouwens ook op mijn YouTube kanaal te staan. Dan weten jullie het ook alvast. Als je het niet leuk vindt, boeien. Als je het wel leuk vindt,
Goeie. Dit voelde als een cutback aan. En voordat je gaat vragen, moet je eigenlijk overdag niet werken? Nee, ik werk vanavond. Een klasjager, of als ik de naam goed uitspreek, een Energy, een Lady, een Hussein Sleeker, had ik het goed al, een Electric, een Apon, een Spinarak, een Litwick, een Roselia, een Rockruff again, en een Dotsler. Oké. Het was toch een gutpack, jammer genoeg. Maar chat, hoe is het met jullie? Ik wil niet zeggen als ik al de gutpack heb gehad of niet. Want dat heb ik waarschijnlijk al gehad. Voor degenen die niet weten wat een gutpack is. Een gutpack is eigenlijk een pack waar... wat zwaarder is dan een gewone pack. Want het gaat op gewicht. Voor degene die zulke dingen niet weten. Ja, ik weet het wel heel toevallig. En ik ben een officieel Pokémon trainer. OMG, ik heb een V, gelijk al aan het begin, een Kyurem, een Energy, een Stunfish, een Box of Disaster, een Viserion Sligo, heb ik al, een Bronzor, een Electrike, een Gastly, een Binnacle, een Murkrow en een Kamala. Ik moet nog 2 pakjes. Mijn gevoel zegt dat dit alleen maar energie zijn. Dus dat is niet heel erg boeiend. Een codekaart. 1, 2, 3, 4, 5. Ik hoop dat ik weer een hele goede pull kan doen. Want ik heb al 3 goede pulls er al uit. Een Spiritomb. Een Energy. Een Cedera. Een Joratan. Minshaw. Had ik graag al. Een Oddish. Een Hisserian Crowder. Heb ik al een tijdje niet meer gezien. Lickington. Een Slugma, een Clefairy, heb ik ook al trouwens een tijdje niet gezien. En een... wat is dat? Een Polishoot. Chat.
ik ga niet heel erg lang streamen. Ook al was ik vandaag laat begonnen met het streamen. Maar ik ga niet heel erg lang blijven. Want dat heeft ook een reden. Want ik word ook op tijd weg. Ook al moet ik vanavond pas werken, maar ik moet op tijd weg. En? Een codekaart. Twee, drie, vier, ja. En als er meestal zulke dingen tussen zitten, dan weet je dat het iets goeds moet zijn. En dat is bij mijn laatste pakje trouwens. Panette. Niet Lunette, maar Panette. Een Totler, heb ik al niet meer gezien, een tijdje. Zoals ik voor me heb liggen. Sidra. Heb ik ook al het grootste tijdje niet meer gezien. Dus ik heb er een Meditite, een Scrowhead, een Gligar, een Phantom. Heb ik ook al het tijdje niet meer gezien. Een Sudowoodo. En ik zag al straks een randje. En dit is het speciale wat ik ook wou. En red ik dat? Steelix. Ja toch. Oké, okay. Van de 8 pakjes, wat heb ik uiteindelijk allemaal aan overgehouden? Heel wat rotzooi en 4 goede pulls. Oh. Een Reddit en Steelix, wat ik net liet zien. Een Kyurem, een Colgrass Experiment en een Spiritomb. En het is ook nog iets een. Hoe dat? Een character rare. Ja, wat heb je nog meer? Ik ga eigenlijk altijd wel inzetten. In zo'n elite box. Ja, dobbelsteentjes. Een 4-star. Steen. Sleeves. En zo'n box heb je. En codekaarten. En ik heb ook codekaarten nog liggen. Oh ja, en energies. Dus volgens mij zijn dit de energies. Maar die ga ik niet openen. Oh ja, en daar heb je ook nog deze twee stenen. Burn en Poison. Dat was het. Dat rode is de Burn en de groene is de Poison. Maar chat, hoe is het met jullie? Ik zet gauw ook mijn muziek even uit. Oh ja, en je hebt ook altijd in de box, heb je altijd ook van zulke players guide. Is ook best wel interessant. Ook al ken ik de spelregels nog een beetje. Kyurem V is a water type legendary Pokémon who is great at setting you for success early in the game. It's first attack, rapid freeze, cost just one water energy and lets you attach as many water energy cards from your hand to your Pokemon as you like. Be sure to attach at least a couple more to Kyurem V because for 3 water energies it
can use Frost Smash for 150 damage, and it gets even more powerful when it evolves. Oeh, daar heb je ook nog een VMAX van hem, maar die heb ik het grootst niet. Die is ook nog best wel machtig sterk. Want dan heeft hij in plaats van 220, wat de max van de maximale qua HP van een Pokémon is, als kaart van de V, dan heeft hij echt 330. En dat is van de V Max. En dan heb je ook nog een V Max Move, meestal. Ja. Even kijken. Ja, en daar zijn nog ook nog 4 stars. Even kijken. Nee, wacht. Het waren geen 4 max moves, maar 4 star moves. Dat was het. Ik zat een beetje te verwarren met een andere aanval. Ja, het is niet echt een bepaald een aanval, het is een ability. Zoals Phantom Star van Isurion, vorm van Zerurek. Ja, en daar heb je nog wel zulke items wat je ook kan gebruiken. Ja, en Pokémon wat je kan verzamelen voor een deck. Ik heb heel toevallig geen gold card uit kunnen krijgen, maar wel mijn eerste Raditant. Even kijken, dat is namelijk ook een ding, Raditant cards. Even kijken, kan ik zo snel hierin ook een Raditant vinden? Nee, jammer. Maar ja, ik ga nu zo de stream afsluiten, mensen. En check ook mijn video's op TikTok. En check ook mijn YouTube kanaal maar uit, want er komen nog leuke video's aan binnenkort. Dus dan weten jullie het alvast. En dan is het tot gauw. Adios.